Nou, we staan hier met de winnaar van de Lanciersprijs 2019. En wij willen wat meer weten over het werk dat Pieter Tops geschreven heeft. En mijn eerste vraag is dan ook, wat was het meest wat bijgebleven is qua anekdote tijdens het schrijven van het boek? In de Vogeltjesbuurt zaten er natuurlijk heel veel. Maar de leukste was die van de dollarregen in de Vogeltjesbuurt. En wat ik eigenlijk, dat was echt humor om te lachen. Dus dat het voetbalteam van de buurt de week daarop een uitwedstrijd speelde in een van de dorpen in de omgeving van Tilburg. En daar ontvangen werd met een groot spandoek waarop stond: u kunt hier ook met dollars betalen. Dat vond ik geinig. Dus dat hoort ook bij de buurt, dit soort dingen. En dat er nog ergens een groot bedrag aan dollars in dit geval verborgen ligt in de spouwmuren van een huis, vergeten. Ja, dat hoort bij de buurt, maar iets wat op mij wel grote indruk gemaakt heeft, dat is hoe in de jaren 50 vanuit het wijkcentrum allerlei activiteiten voor mensen in de buurt georganiseerd werden om, met als doelstelling om ze ook in de gelegenheid te stellen om bij het moderne leven aan te sluiten. Ja, daar zat veel zorg in, daar zat veel zorgzaamheid in. Wij vinden dat nu allemaal, met de blik van nu, vinden we dat ouderwets, vinden we dat paternalistisch, maar ja, er werd wel om mensen gegeven. En wat ook nog een pikante anekdote in deze context is, dat in de jaren 50 de bibliotheek van het wijkcentrum werd verzorgd en onderhouden door de studentenvereniging Olof. We hoorden kennelijk bij het studentenleven dat je in zo'n buurt, in deze buurt, ervoor zorgde dat er ook boeken beschikbaar waren. Ja, terwijl die wereld heel erg afstaat van de wereld van de vogels. Dat is diametraal tegenover elkaar, zou ik maar even zeggen. Een van de beruchtste families die u beschrijft in uw boek. Hoe is dat contact gegaan en hoe is uiteindelijk gereageerd op het werk wat u afgeleefd heeft? Nou ja, contact met de man waarmee ik het meest gesproken heb. Ja, dat vond eerst informeel plaats, maar ik heb hem toen benaderd via de politie. Die kenden hem en die sprak wel eens met hem. En zei, dan kom er maar een keer bij zitten en stel die vraag. Ja. Dus toen heb ik de vraag gesteld aan hem van, ik wil graag een boek schrijven over de Vogeltjesbuurt en over jouw rol daarin. Wil je daaraan meewerken? En zijn eerste reactie was, ik heb het nog heel goed op mijn netvlies staan. Zijn eerste reactie was, gaan we doen, gaan we schoon boekje van maken. Hij trok wel duidelijk zijn grenzen, hier wil ik het niet over hebben, maar over een aantal dingen van zijn leven wilde hij graag met ons van gedachten. Oké, u heeft bronmateriaal gebruikt wat hier beneden ligt. U heeft keuzes moeten maken wat u wel gebruikt en wat u niet ging gebruiken. Wat zou voor een vervolgstudie nog interessant zijn voor u persoonlijk? Ik denk dat ik voor wat de Vogeltjesbuurt betreft wel zo'n beetje uit die geschiedenis eruit gepeurd heb wat erin zit. Ja. Ik heb nog een paar dagen ook rondgezworven in de archieven van de gemeentepolitie. Okay. Daar heb ik toen niet veel gevonden wat voor mij relevant was. Maar ik kan mij voorstellen, niet zozeer voor een geschiedenis van de Vogeltjesbuurt, maar toch voor een geschiedenis van de gemeentepolitie in Tilburg, dat nog een keer met een andere blik kijken naar dat archief ook nog weer een heel interessant verhaal kan opleveren. Maar dat was voor dit boek was dat niet in eerste instantie relevant. De laatste fase, ik dacht dat ik klaar was, begin 2017. Toen had ik een manuscript van ongeveer 120.000 woorden. En toen heb ik me de vraag gesteld, is dit eigenlijk het boek wat ik wil schrijven? En het antwoord was nee, want het is te veel een chroniek met en toen en toen en toen. Ja. En ik wil een kanon schrijven met wat de belangrijke momenten in de ontwikkeling van de buurt zijn geweest. Nou, toen heb ik nog de manuscript teruggebracht van 120.000 naar 40.000 woorden. En dat is iets, dat is een vrij rigoureuze schrappartij was dat. En dat kan ik iedereen die bezig is met het schrijven van een boek, ook op basis van materiaal uit het archief, kan ik dat zeer aanraden. Okay. Denken dat als je klaar bent, nog één keer goed nadenken over de vraag wat voor soort boek wil ik schrijven en vervolgens je de opdracht geven om het aantal woorden met tenminste de helft terug te brengen. Okay. Daar wint de kwaliteit van het boek. Gaat daar meestal stevig door op vooruit. Oké, hartstikke bedankt voor uw medewerking en nogmaals gefeliciteerd met de prijs. Oké, graag gedaan. Dank voor de prijs.